Ja, dat was Slapstick. We zijn er weer. Jongens, hier aan tafel komen bij mij zitten John Bittman en Rogier Bosman van de groep Slapstick. Ja. Een hele goede avond. Had ik zo goed bedoeld. Dat is ook een beetje gek. Dan heb je een act gedaan en dan moet je opeens uit je rol, ja. Zit je nog met zo'n hoed op. Ja, praat ook. Ja, nooit uit mijn rol. Niet. Ik lekker uit mijn rol. En scheerschuim op. Maar het is wel lekker om gewoon weer eventjes wat theater te zien. En meteen, hoe goed het ook was, merk ik meteen nu wat het dan doet met weinig mensen in de zaal. Hebben jullie dat nu ook? Ja, zeker. Dat is raar, hè? Tien keer enger. Veel enger, ja. Ja, dat snap ik. Ja, dat is veel enger. Je kan er veel beter 1000 hebben dan inderdaad, wat staat hier, een man of 25. Ja. Hey, maar jullie gaan niet bij de pakken neerzitten, heb ik begrepen. Jullie hebben wel een soort... Nou, dat hopen we dan maar. Alternatief. Ja. Nou, we gaan ons best doen in ieder geval. Want je wilt toch dat het levend blijft, toch? Zo, daarvoor zijn we hier ook, denk ik. Maar Dat is sowieso het hele idee van iedereen. Ja, wij merken ook dat mensen die altijd naar ons toe komen zeggen... ja, gaan we nou jullie straks dan een jaar niet zien of zo? Dat is dan ook gek. Ja. Dus we zijn heel erg aan het broeden op een soort corona-proof voorstelling, zoals heel veel mensen. Ja. En het ziet er goed uit. Laten we zeggen. John, hoe moet dat er een beetje uit gaan zien? Wat zijn de ideeën daarover? Dit wordt een soort powerhouse, happy hour... superversie van wat we nu al hebben. Ja. Dat is het idee, toch? Ja, dus we zouden eigenlijk nu een hele nieuwe show maken.
Ja. Dat gaat niet. Dat gaat niet. Dat kan niemand doen. Dus we gaan de oude show, veel scènes eruit. En dan gaan we inderdaad soort Hour of Power slapstick. Een beetje de ontsmette versie. De ontsmette versie, 100 man tegelijk naar binnen. Want ik heb jullie voorstelling gezien. En ik heb jullie ook in het circus gezien in... Stuttgart. In Stuttgart was ik. Het is ook heel fysiek. Jullie zitten aan elkaar. Dat mag niet. Of worden jullie getest voordat je gaat... Ik ben bang dat het inderdaad leven als een familie gaat worden. En dat er iets met testen gaat komen. Ik bedoel, we zijn allemaal aan het wachten en aan het kijken op wat nou precies er gaat gebeuren. Wat de mogelijkheden zijn. En ondertussen moet je doorplannen. Dus wij plannen dit en dan gaan we kijken naar wat er mag en wat er mogelijk is. En aan de hand daarvan gaan we die voorstelling dan helemaal organiseren, denk ik. Toch? Dat is het idee, ja. Maar er zit voor jullie, want kijk, ik ben nog alleen. Maar als je met z'n vijven bent, of met z'n zes, grotere groepen, dan is dat financieel natuurlijk ook een enorme impact. Want hebben jullie een buffer opgehouden? Hoe doen jullie dat financieel? Hoe blijf je... Nou ja. Ja. Nee, ja, dat wordt ook spannend. Dat gaat zeker heel spannend worden. En het is wij met z'n vijven, vier man techniek en dan al die mensen daarachter. Ja. Dat wordt rekening geblazen en kijken... Want die internationale optredens zitten er sowieso, want dat doen jullie natuurlijk ook. Nou, maar Duitsland en Frankrijk willen nog wel. Dat blijkt alsof dat doorgaat, ja. Maar in welke vorm en... Dat weet je nog allemaal niet. Maar jullie zijn in ieder geval bereid om te werken en om ideeën te verzinnen om toch enigszins door te... Dat willen we heel graag, zeker. We kunnen nog niet zeggen dat het doorgaat, maar de kans is wel heel groot. Want we willen zo graag. Maar ik denk dat iedereen... Ik denk dat de mensen ook... En we denken dat de mensen het ook willen. Ik denk dat de mensen het heel graag willen. Dat zie je net, hoe weinig mensen er hier ook zijn. Dus ik ga gewoon midden in de uitzending zeggen... jongens, mag het daar wat stiller? Het lijkt wel eerst in de beste clubhuis. Het is toch niet te doen? Maar goed. Zijn we er een keer? En dan gaan we er doorheen lopen kletsen. 20 man publiek. Het is nog net of je in Ahoy staat. Dus wat dan nog gaat. Hey jongens, vanaf wanneer gaat deze iets afgeslankte versie op tournee? Weten we niet. Dat weet je nog niet? Nee, weten we niet. Nee. Dus het is allemaal spannend. Het wordt allemaal nog ingepland op dit manier. Maar er wordt in ieder geval hard gewerkt aan de nieuwe plannen. Zeker. Voor hoeveel mensen staan jullie in totaal voor en achter de schermen? Dus voor hoeveel mensen gaan jullie zo... Wij zaten gisteren... Je bedoelt wat er dan betrokken is bij zo'n voorstelling, of niet? Nou, we hebben natuurlijk de band met de handtekeningen. Jullie gaan ook een handtekening zetten voor al die mensen die achter en naast jullie staan. Nou, we deden gisteren een post, omdat het daar dan over gaat, om eens uit te rekenen hoe dat dan zit. Nou heb ik het potverdorie niet helemaal na zitten tellen, maar we hebben wel een opsomming gedaan met wat er allemaal betrokken is bij alleen al deze scène. Dus mensen die iets met deze scène, dat zijn kleding, je kent hem, Jan Aartsen. Natuurlijk Jan. Ja, ik herken het ook, het zwart-wit en zo. Geen rekening houden met of jullie het warm hebben of niet, maar dat er zijn. Nee, vooral niet. En Stanley en Karel en weet je, allemaal die mensen, dat zijn de onze technieken, dat ook. Maar dan krijg je alle mensen die met decor te maken hebben, voor dingen, het gaat maar door. Maar tot en met de hotels waar je overnacht, de restauranteigenaren, al de boekers in het buitenland die nu ook niet weten of wij wel door gaan spelen of niet. Alles. De dames en heren die het theater schoonmaken. Precies, alles. Al die medewerkers. Ik denk, ik zeg dat is een vluchtige gok, maar ik denk dat ik... Het leek humoristisch, maar dat was het niet. Maar zoiets als 60 man. Ja, bij alleen deze scène. Alleen deze scène. Alleen deze scène. Het slaat helemaal nergens op. Dus dan tellen we er sowieso 60 bij op. Ja. Ik wens jullie ontzettend veel succes, veel plezier. Blijf vooral de lol uitstralen op toneel wat je nu hier al had in zo'n kleine zaal. En ik hoop dat we elkaar ooit ergens weer in de coulissen tegenkomen na 1500 man in Carré op zijn kop te hebben gezet. Jongens. En gaan we huggen weer. Dankjewel dat jullie er waren. Dankjewel. Ja, de handtekening ga je zetten, hè? Ja. Doe iets lager, want dat weet ik sowieso even never met je op een stoel staan. Zo op een stoel. Een grote stoel. Nee, dat is heel goed. Heeft iemand een ladder?